ben Mirek, Mirek Koutini. Ik ben 8 jaar geleden in Gent toegekomen en ben ik compositie en piano beginnen studeren aan het conservatorium. Dat was natuurlijk eerder uit een klassiekere invalshoek. Maar in Gent kom je zoveel mensen tegen, zit je in een school die zo open is, waar dat er eigenlijk niet echt aan hokjes denken gedaan wordt. En ja, dan heb ik eigenlijk gemerkt dat ik heel veel dingen graag deed. Niet alleen muziek schrijven, maar ook muziek spelen, muziek opnemen. Maar op een gegeven moment had ik besloten van, kijk, ik heb zoveel muziek geschreven in die laatste 5, 6 jaar. En dat was het idee, wat als ik nu alle beste dingen neem van de dingen die ik geschreven heb in de laatste jaar, en die herwerk, herdenk, eigenlijk ermee aan de slag ga om echt een soort van identiteit te creëren als muzikant. En uiteindelijk is dat gewoon Mirek Koutini, mijn eigen naam, mijn eigen ding geworden. Ik ben de laatste 2 jaar dan in de studio gekropen met die muziek die ik geschreven heb en eigenlijk alles volledig afgebroken en terug blokje per blokje opgebouwd. Met muzikanten aan de slag gegaan, met vrienden in de studio gekropen en gezocht om een soort van klankwereld te bouwen die echt mijn eigen ding is. Mijn album is nu net uitgekomen. Nu ben ik aan de slag ook om live iets op te bouwen. En zowel een solo set te hebben waarin dat ik mijn muziek zelf kan brengen, als een set met een paar van die muzikanten om echt het album volledig opnieuw te creëren zoals dat we het in de studio ook gedaan hebben. Om soms onder woorden te brengen, want ik ben geen band, ik ben gewoon mezelf. Ik maak mijn eigen muziek. Ik heb ook bewust gekozen om geen pseudoniem erop te plakken of geen bandnaam voor wat dit project is. Omdat het voor mij ook echt aanvoelt als dat de muziek die ik nu maak echt mezelf is en echt de muziek die ik wil blijven maken. En daardoor denk ik dat zowel het album als een optreden dat dan een soort reis wordt langs verschillende klankwerelden en muziek die wel echt iets vraagt ook van de luisteraars, maar die ook heel veel kan teruggeven